Kerstmis is aangekomen in de wereld van Fortnite en er zijn zoveel nieuwe dingen. Nu komt er sneeuw door de hele wereld van Fortnite, zijn er nieuwe items en ook zijn er gratis skins die iedereen kan krijgen. Klik op dat duimpje omhoog en wil jij ook als kerstkanaal een gratis skin in Fortnite. En klik ook op die abonneerknop hier beneden voor veel meer Fortnite video's. Gebruik ook code AlexKlein in de Fortnite item shop. Er komen namelijk ontzettend veel toffe nieuwe skins aan en daar gaan wij nu een kijkje naar nemen. Maar voordat wij een kijkje gaan nemen naar de skins, gaan we eerst een kijkje nemen naar alle nieuwe dungeons die uit zijn gekomen in Fortnite. Gaan we gelijk een kijkje nemen bij de eerste dansjes. En dit is de bully. Zo kun je letterlijk gewoon iemand pesten. Oh nee, dit is niet pesten. Dit is een stier. Hij doet gewoon letterlijk een stier. Nou, we hebben hier de party favor. En wat heeft hij hier in zijn hand? Hij heeft hier iets in zijn hand. Wow! Er komt gewoon vuurwerk uit dat ding. Dat is ziek. Dat is niet normaal. We hebben ook nog de skipper. Waarmee je lekker kan touwtjes springen natuurlijk. Ook een superleuk dansje die maar 200 V-bucks kost. Of terwijl best wel goedkoop is. Laten we dan nu maar gelijk doorgaan naar alle nieuwe skins. Het ziet er namelijk uit dat er weer een nieuwe Frozen pack komt. Er zit ook een Snowdrift skin in. What the heck? En de Snow Heart skin zit erin. De Flow skin zit erin. Die er super vet uitziet. De Hedron skin zit erin. De ISO skin zit erin. Deze zien er ook heel vet uit met deze lichten. De Blinky. Deze ziet er super leuk uit. De Hoodie Striker zit er ook in. De Garf zit erin. De Machinist zit erin. Daarnaast hebben we ook nog een soort van kerst. Oh, wow. Wat is dit voor skin? Dit is gewoon de vrouwelijke skin van ik weet niet meer wat de naam is. En we hebben nog de Jonesy kerst skin. Super ziek. Dan zijn er ook nog nieuwe wraps. En natuurlijk ook nog allemaal nieuwe backblinks die bij alle nieuwe skins horen. Die zien er ook heel vet uit. Kijk deze smiley dan. Of deze ster. Of dit koffertje hier zo met allemaal kerstspulletjes. We hebben ook nog de kerstbelletjes die er super top uitzien. En we hebben ook nog een grote backblink erbij. De Tank Marauder. En hier zit een soort van rookspoor achter een persona. En dat ziet er heel raar uit. Ik heb het al eerder gezegd, maar deze skins zijn episch. Dus gebruik zeker code AlexKlein. Er zijn namelijk vandaag ook al ontzettend veel toffe skins in de itemshop. Zo is de Yule Trooper teruggekomen in de itemshop. Hebben we ook de Falala Fishstick die er ook super leuk en super derpje uitziet. En weet je wat? Ik moet deze eigenlijk gewoon hebben. Dus ik heb mijn code erbij staan. Ik ga gewoon lekker klikken op purchase item. En hoppakee, we hebben gewoon de nieuwe Fishstick skin. En oh my god, hij is zelfs nog een leuke Fishstick backblink. Deze ziet er zo leuk uit. Ik ga ze gelijk allemaal aandoen. Nu zijn we pas echt klaar voor kerst. Laten we doorgaan naar de Fortnite map. Hier is namelijk ook ontzettend veel veranderd. En het eerste kan ik gelijk al hier voor me zien. Dit zijn namelijk de nieuwe kerst, de bosjes, de kerst. Oh nee! Hij haalt hem gewoon weg. Nou, dan gaan we gewoon weer door naar een andere alsof er niks aan de hand is. Maar zoals je kan zien, hebben we daarachter weer een nieuw kerstbosje. En in het kerstbosje zit ook allemaal kerstverlichting. Wat er echt super, maar ook echt super leuk uitziet. We zijn aangekomen in de Fortnite Battlebus. En zoals je kan zien, zit er tot nu toe nog niet zo heel veel sneeuw in de map. Maar, al gaan wij hier naar beneden, hebben wij hier al wel sneeuw. En in dit sneeuwgebied is iets raars aan de hand. Wij kunnen hier namelijk iemand vinden ergens in het sneeuwgebied. En die kan ons iets heel aparts geven. Maar laten we eerst gewoon lekker die glider uitklappen. Mijn game lagt alleen wel een beetje. Ik snap niet hoe dat kan komen. Maar laten we dat gewoon eventjes negeren. En laten we gewoon lekker landen in dit kleine kampje. Ik heb wel echt een wapen nodig. Want het kan natuurlijk zomaar zo zijn dat er hier iemand anders nog aankomt. Tot nu toe is het nog aardig rustig hier. We kunnen hier tot nu toe gewoon nog lekker rustig gewoon lopen. Alsof er niks aan de hand is. Er ligt hier zelfs nog een lekker akkaatje voor me. Maar waar zijn alle mensen gebleven? Maar ja, weet je wat? Voor die mensen, voor die loot kwamen we ook niet. We gaan gewoon lekker doorlopen. Want hier staat dus als het goed is iemand ergens op deze berg. En daar moeten wij dus ook daadwerkelijk heen. Wij moeten naar die persoon die hier ergens op deze berg zou moeten staan. Ik hoop alleen wel dat deze persoon er deze game ook echt daadwerkelijk staat. Want het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat hij er deze game niet staat. Ik zie daar wel iemand in de verte lopen. Laten we kijken of we hem één keer even kunnen hitten met mijn AK. Oh, 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 oh. Hij loopt daar, hij loopt daar. Hier komen. Oh, ik heb hem één keer gehit. Hoppakee, nog een keer gehit. Hij heeft zijn shield. Oh, ja, nog een keer gehit. Oké, dit gaat lekker, dit gaat lekker. Dit gaat lekker. Hij zit echt rond te springen van, joh, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Oké, laten we gewoon richting hem toe lopen. Hij schiet nu ook op mij namelijk. En ik zie degene al staan waar we naartoe moeten. Daar is degene, daar is een soort van bos waar we nu naartoe moeten. Maar ik hoop dat hij nog friendly is. Ik zie daar namelijk wel iemand van de berg aflopen. Ik hoop niet dat hij de bos heeft gekild waar wij nu naartoe moeten lopen. Kom op, rennen meneer de Fishstick. Je moet deze kill eerst maken voordat wij de berg op kunnen gaan. Ik heb oprecht geen flauw idee meer waar deze... Oh, die enemy loopt hierboven. Die enemy staat naast de bos. Gaat hij het wapen kopen? Bij deze bos kan jij namelijk een speciaal wapen kopen. En al koopt deze enemy nu bij hem dat... Ja, hij heeft hem gekocht! Hij heeft het wapen gekocht. Ik moet hem nu killen. Ik moet hem nu killen. We vechten nu tegen iemand die het mythic, het nieuwe item heeft. Oh, oh. We moeten nu vechten tegen iemand die het nieuwe exotic item heeft. Oh, oh. Oh, oh, oh. Woehoe. We krijgen gewoon ijsvoetjes. Oh, oh. Nee, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Ik heb gewoon ijsvoetjes. Oh my god. Maar er staat hier dus... Oh, nee, nee, nee. Hij is boos. Hij is boos op me. Hij is boos op me. Oh my god. Ik moet heel snel gaan healen. Er zit hier nog een enemy onder. Maar wat de heck is dit voor moker grote chaos? Er is hier onder iemand gekild.
even deze bij pakken. Oké, de enemy zit weer onder. Ik wil hem killen, want ik wil het nieuwe exotic wapen hebben. Er is namelijk, wat ik dus wou vertellen ook, een nieuw exotic wapen. En die wil ik aan jullie... Nee! Oh my god, ik ben gekillt door iemand met 2 AP. Laten wij gewoon maar weer teruggaan naar de sneeuwpop. Hier boven op de berg staat namelijk een nieuwe sneeuwpop. En bij deze manier kunnen wij dus een exotic wapen kopen. En dat exotic wapen is dus net ook daadwerkelijk tegen ons gebruikt. Laten we hopen dat hij er staat. En inderdaad, hij loopt hier gewoon letterlijk rond. Hallo meneer de sneeuwpop, hoe is het met jou? Dit is dus de nieuwe boss, namelijk Snowmando. Snowmando heet hij. Wat een topnaam. Maar met hem kunnen we dus gaan praten. En hij zegt, ho ho ho, hey there. Hoe gaat het ermee? En bij hem is het enige wat je kan kopen, de Big Chill. En dit is dus een nieuw exotic wapen. En zoals je net ook kon zien, is dit dus een soort snowball launcher. Maar al raak je iemand met deze snowball launcher, zorgt het ervoor dat je ijsvoetjes krijgt. Oftewel, echt een superleuk item. Maar ik ben er nu alleen wel heel erg benieuwd naar. Wat nou al gaan we vechten tegen Snowmando? Zouden wij dan ook daadwerkelijk dat item van hem tegen ons gebruik kunnen krijgen alweer? Laten we gewoon één keertje tegen hem aanschieten. We hebben hem 114 grit. Oh, hij pakt gewoon een AR erbij. Hij heeft gewoon een AR. Oh my god, ik dacht hij pakt zijn wapen erbij. Maar nee, hij heeft gewoon een AR. En hij dropt ook alleen een AR. Snowmando is helaas overleden. Ik zie hier nog wel beneden iemand lopen. Dus laten we gewoon even wat granaatjes naar beneden gooien. Kijken of die raak zijn toevallig. Kom op, kom op, kom op. Oh, die is raak. Oh my god, we hebben gewoon een grenade kill gemaakt. En hier tegenover zat volgens mij nog iemand, dacht ik. Want hij was op iemand aan het schieten. Ja, daar is hij, daar is hij, daar is hij. Oh my god, dit waren zulke makkelijke kills. What the heck? Of ik ben gewoon te goed. Laten we het daar gewoon op houden voor nu. Verder zijn er alleen niet echt heel... Kid, waarom ben je op mij aan het schieten? Maar verder zijn er niet heel veel kerstdingetjes in de map van Fortnite. Maar ik denk dat dat er allemaal nog wel aan gaat komen. Sowieso komt er hopelijk nog wel sneeuw. Meneer Kid, wil je alsjeblieft niet de hele tijd op mij schieten? Dankjewel. Dan moeten we jou gewoon ook even killen. Jeetje, wat heeft hij veel shield? Dat is niet normaal. Hier komen Kid. Waarom schiet jij nou weer op mij? Hoppakee, dankjewel. Die is dood. Maar ja, omdat we verder toch niks meer kunnen vinden waarschijnlijk in deze map, ga ik gewoon hier zo even een klein platform bouwen. En hoppakee, naar beneden. Maar mensen, dit was nog lang niet alles. Er komen namelijk ook 2 nieuwe gratis skins in de Fortnite wereld. En deze gratis skins kan letterlijk iedereen krijgen. De skins die je namelijk gratis kan krijgen zijn de Snowmando en de Frost Squad. Dit is ook hoe ze eruit zien. En zoals je kan zien is de Snowmando skin de skin waarbij we net natuurlijk zijn geweest. Dit zijn 2 hele toffe skins. En deze skins kunnen wij binnenkort gaan unlocken met challenges. Maar kijk mensen, dit was deze video. Ik wil jullie allemaal ontzettend erg bedankt voor kijken naar deze video voor nou toch. Dus ja, klik natuurlijk op de blauwe duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik jullie hopelijk allemaal weer bij de volgende video. Later.